Ja, als ik heel eerlijk ben, dat is wel af en toe een onzeker puntje. Dat... Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is tijd voor een Q&A alleen met mij. We hadden het idee allebei om gewoon een Q&A op te gaan nemen. Sorry. Ik word gestoord door Vita. Sorry, dat was gewoon ongeluk. Ik probeer hier een Q&A in mijn eentje op te nemen. Hier gaan we. Ik heb mijn telefoon in mijn hand. Ik heb namelijk 2 keer een Instagram post gedaan waarin ik aan jullie vroeg om je vraag te stellen. En er zijn zoveel leuke vragen binnengekomen. Dus ik ga er gewoon random wat vragen uitpakken. X-Renia die vraagt, wat voor carrière zou je nu doen als je niet in de bloggerswereld was beland? Nou, voordat ik ging bloggen en een YouTube channel startte, toen gaf ik advies aan voornamelijk modemerken op het gebied van marketing en social media. Daar heb ik ook voor gestudeerd. Ik heb marketing en communicatie gestudeerd hier in Amsterdam. En dat ben ik eigenlijk gaan doen na mijn studie. Dus ik werkte voor een aantal merken en dan adviseerde ik hun op het gebied van marketing, met welke bloggers ze moesten werken, social media. Dat vind ik gewoon super leuk. En nou, dan zou ik ongetwijfeld daar echt verder mee zijn gegaan als ik dit niet zou zijn begonnen. Elenada Woody die vraagt, liever kaal of geen wenkbrauwen? Jezus, dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik dan kies voor... Ik weet het gewoon niet. Het lijkt me allebei echt heel erg. Ik denk dat ik dan liever kaal ben dan geen wenkbrauwen. Want als je geen wenkbrauwen hebt, heb je gewoon geen expressie. En ik ga ervan uit dat je dan ook niet mag bijtekenen. Dus ik kies voor kaal zijn. Vief Teunissen die vraagt, waar heb je het meeste spijt van? Ik heb het meeste spijt van... dat ik af en toe te lang in relaties ben blijven hangen. Ik heb nu geleerd dat als je twijfelt en je voelt dat het niet meer goed is, kap er gewoon mee. Dat heb ik geleerd. Mijn ergste blunder op school vraagt Maud Houtman. Nou, daar heb ik er eentje voor je. Ik zat op de middelbare school en ik was volgens mij 15 of 16 en ik was echt een terrorkind. Ik werd er letterlijk elke dag uitgestuurd, ik kwam te laat. Echt, ik ben heel vaak bijna van school afgetrapt. Ik was echt gewoon een hele lastige puber. En ik vond mezelf heel wat al op die leeftijd. En toen liep ik door de gangen en toen zat ik in de derde of zo. En toen liep er dus een jongen voorbij en... ik dacht, dat is zo'n brugpieper. En die liep vet langzaam en hij liep in de weg. En ik dacht gewoon, ja, hallo, ga even weg. Dus ik ging gewoon zo achter hem staan of achter hem lopen. En ik duw hem gewoon zo aan de kant van, even aan de kant jij. En toen draaide die jongen zich om. Was het de techniekleraar? Die draaide zich om en die werd helemaal gek. Die smakte mij zo tegen de muur aan. Hoe hou je het in je hoofd om mij gewoon zo weg te duwen? En ik was helemaal in shock. Want ik had natuurlijk nooit verwacht dat het gewoon een leraar was. Dat ik dat toen deed. Oh my god. Nou, toen ben ik ook gelijk, hoppa, mocht ik naar huis. En het was één groot gedoe. Maar zo ongelooflijk grappig als ik er nu aan terugdenk. Ja. Zo lachen in het begin. Ik ook. Ik ontplofte bijna. En ik hoorde dat. Ja, en jij voelde het. Toen zei Vita, maar ik kon niet reageren, want... dat was niet normaal. Weet ik. Vita die zit achter mij in een andere kamer. Ik kan die ook niet zien. En ik weet dat zij gewoon mee zit te luisteren. Dat is ook zo irritant. Want ik moet gewoon heel erg lachen, omdat zij ook moet lachen. Team Hadid, die vraagt, welke sporten heb je vroeger gedaan? Nou, ik heb vroeger altijd gehockeyd. Ik begon met hockey toen ik 6 was. En dat heb ik echt gedaan tot iets van mijn 21ste.
En ja, altijd gewoon in een chill team. Niet zeg maar hoog of professioneel, maar altijd gewoon het gezellige vriendinnenteam. En dat was heel leuk, maar op een gegeven moment vond ik het eigenlijk niet meer zo leuk worden. En toen ging ik studeren en toen wilde ik er geen tijd meer voor vrijmaken. Dus toen ben ik ermee gestopt. Amber Valentijn die vraagt, waar voel je je wel eens onzeker over? Ja, elk meisje is natuurlijk onzeker over bepaalde dingen. En waar ik wel eens onzeker over ben, is dat ik soms mijn bovenbenen net dan iets te vol vind. Maar dat heb ik dan met periodes. Soms vind ik het dan weer helemaal niet zo. Maar ja, ik weet niet. Af en toe zit je gewoon niet dan goed in je vel en dan voel je je gewoon dikker. Terwijl je dat helemaal niet eigenlijk heel erg bent. Ik bedoel, ik weet dat ik niet dik ben, maar je kent van die dagen dat gewoon niks leuk staat en dat je lomp voelt of whatever. Nou, dat heb ik ook. En ik voel dan me onzeker over mijn bovenbenen. Ja, als ik heel eerlijk ben, dat is wel af en toe een onzeker puntje. En wat ik ook heb, ik heb de allerziekste platvoeten die je ooit in je leven hebt gezien. En dat is vooral heel vervelend met open schoenen, met hakken. Dus ik heb ook bijvoorbeeld bijna nooit hakken aan waarbij het zeg maar aan de binnenkant zo open is. Want dan heb ik gewoon een soort blubbervoet wat er overheen zo gaat. Ja, dus daar ben ik niet heel trots op die voeten. Het is natuurlijk niet echt een heel erg ding. Maar ja, ik doe nooit dat soort open schoenen aan om die reden. Joelle de Graaf die vraagt, als jij en Vita dezelfde jongen leuk vinden, neem je hem dan zelf of laat je hem aan je zus over? Leuke vraag. Nou, ten eerste, het komt eigenlijk nooit voor dat wij dezelfde jongen leuk vinden, want wij vallen wel echt heel erg op andere types. Maar stel je voor dat zou gebeuren, ja, dan ligt het er heel erg aan als ik echt denk, oh, deze jongen is wel potentieel echt relationship material. Dan ga ik er natuurlijk zelf voor. Dan laat ik hem niet aan Fietje over. Morgan laagstreepje S die vraagt, welk Nederlands eten vind je het lekkerst en welk eten uit New York? Nou, het allerlekkerste Nederlands eten vind ik een goede ouderwetse andijviestampot met gehaktballetjes met ui erin en jus erover. Ja, dat is natuurlijk typisch Nederlands gerecht en dat vind ik echt ongelooflijk lekker. En bitterballen natuurlijk. En New Yorks eten, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Een echte goede burger. De burgers in New York, zoiets heb je nog nooit geproefd. Dat is gewoon unreal hoe lekker dat is. Sami Sabel X vraagt, hoe ben je gekomen waar je nu bent in het leven? Nou, hoe ben ik hier gekomen? Allereerst, never give up. Nee, serieus. Vita en ik zijn echt al best wel lang bezig met YouTube. Zeker 1,5 jaar. En eerste jaar ging het echt heel langzaam met volgers. Het groeide wel, maar het ging niet rete snel. En wij hebben gewoon altijd gedacht, doorzetten, doorzetten, niet opgeven. Want wij geloven gewoon heilig in wat wij doen. En we vinden het super leuk om te doen. Dus ja, gewoon doorzetten, niet opgeven en ervoor gaan. En je zal heel veel tegenslagen krijgen in het leven. Maar dat moet je niet weerhouden. Al helemaal niet van je doel wat je later wil bereiken. En ik heb echt de afgelopen 10 jaar zoveel verschillende doelen gehad. En pas nu, afgelopen paar jaar, weet ik pas echt wat ik wil, carrière-wise. Dus het is ook helemaal niet erg om daar pas laat achter te komen, zoals ik. Een vraag die hier niet op Instagram tussen staat, maar die wij heel vaak op YouTube krijgen. Namelijk of Vita en ik lesbisch zijn. Nou, Vita en ik zijn gewoon zusjes, dus we zijn niet lesbisch. En ik vind dat altijd zo apart, mensen die dat vragen. Ik begrijp niet hoe ze daarbij komen. Misschien omdat we heel close dan met elkaar ook doen. Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat we zusjes zijn. Marieke VDB die vraagt, wat ga je het meest missen aan New York?
Ik ga heel erg veel missen aan New York. Als ik dan een paar dingen moet zeggen, dan is het vooral dat het in New York is het nooit saai. Het is elke dag een avontuur. Er gebeurt gewoon zoveel in New York en er hangt iets in de lucht daar. Waardoor je zo'n energie krijgt en zin hebt om dingen te doen en te ondernemen. En gewoon, ik weet niet, het is... New York is gewoon helemaal te gek. En je hebt natuurlijk ook fantastische plekken. Al die rooftops die je daar hebt. Nou, daar hebben wij natuurlijk zoveel op gechilled. En het uitgaan daar is ook echt next level. Gewoon niet te vergelijken met Nederland. Het gaat helemaal los. Iedereen doft zich helemaal op. Ik bedoel, als je hier opdoft in Amsterdam en je gaat uit, dan kijkt iedereen je aan van... Ben je jarig? Je bent gewoon verbaasd als je dan een jurkje aan hebt en er helemaal leuk uitziet. Dus ja, het is gewoon een compleet andere wereld in New York. En het is moeilijk om maar één ding te zeggen. Ik ga echt heel veel dingen missen. Tirsa Dijlen die vraagt bruin haar of nooit meer rode lippenstift? Nou, easy. Bruin haar. Grapje. Nooit meer rode lipstift natuurlijk. Ik ga mijn haar nooit een andere kleur verven dan blond. Daar heb ik ook heel veel vragen over gekregen. Dit is de kleur die ik mijn hele leven zou houden. Geen twijfel over mogelijk. Kan ook niet eens door blond tires. Hoe raar als wij opeens bruin haar zouden hebben. Chelsea Beemsterboer die vraagt... Stoppen met Rosecycle of nooit meer juices drinken? Oh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat ik dan kies voor nooit meer juices drinken. Want Rosecycle maakt gewoon echt je heel blij. Tenminste, het maakt mij heel blij en ik vind het echt leuk om te doen. En nooit meer juices drinken, ja, nou, dan neem ik wel een stuk fruit. Ook een veelgestelde vraag. Jolijn JR die stelt hem hier. Is hoe wij terecht zijn gekomen bij de Next Boy Girl Band. Nou, Vita en ik hadden natuurlijk een YouTube-channel waarin we wekelijks vlogden en eigenlijk ons leven lieten zien in New York. En toen opeens, ja, werden we benaderd door Talpa. Die zeiden dat ze met een waanzinnig programma gingen komen. En dat ze natuurlijk ook wel inzien dat online super belangrijk is. En dat ook heel veel jongeren vooral online kijken. En omdat wij natuurlijk al zo daarmee bezig waren en heel goed op elkaar zijn ingespeeld, omdat we natuurlijk ook zussen zijn... Hebben ze denk ik ons daarvoor benaderd. En zo zijn we daar gekomen. En toen zijn we naar Nederland gegaan voor 4 maanden om dat programma te doen. En toen waren we in Nederland. En toen dachten we, we blijven hier gewoon. Luca XVW die vraagt, wat is je guilty pleasure? Nou, mijn guilty pleasure is denk ik de Kardashians kijken. Ik vind dat gewoon heerlijk. Verstand op nul. En... Ik lig echt elke keer helemaal dubbel daarom. Dus dat is wel absoluut mijn guilty pleasure. Jolijn JR die vraagt... Wat wil je nog heel graag een keer samen met Vita doen? Nou, wat ik heel graag met Vita zou willen doen... is samen een reisprogramma presenteren. Wij zijn gek op reizen. En ik denk gewoon ook dat als wij out of our comfort zone worden gehaald... dat we op ons leuk zijn. Want dan... Dan wordt het natuurlijk compleet hysterisch. Dus ik zie gewoon voor me dat wij gewoon naar allemaal bizarre plekken op de wereld gaan. En dan met z'n tweeën dat programma presenteren. En in de meest rare situaties samen terechtkomen. Nou, dat lijkt me gewoon helemaal te gek. Als je 1 designerbag mocht uitkiezen. Maakt niet uit van welk merk of prijs. Welke zou je dan kiezen? Vraagt Fransje Meilink. Absoluut een Chanel bag. Die ene klassieke met die soort schakelketting, gouden details, zwart leer. Absoluut die. Ik vind die zo mooi. Blond Tiger Vita die vraagt, wat heb je liever? Fluoriserende groene tanden of 2 hele luie ogen? Oh my god, dus gewoon, dus of zulke ogen. Dat is wel heel erg dus. Nog erger, gewoon zo. Of dus gifgroene tanden.
dan denk ik toch dat ik voor de gif groene tanden ga kiezen. Nee, want zeg maar, ogen zijn zo belangrijk in een gezicht. Weet je wel, ogen, ja. Maar ja, ik denk dat niemand ooit meer met me wil zoenen als ik fluoriserende groene tanden heb. Maar ja, toch kies ik ervoor. Misschien valt het je op dat het beeld nu iets anders is. Maar dat kwam omdat mijn batterij was uitgevallen. Dus die moest ik net opnieuw opladen. En het is nu bijna donker, dus ik moet nu snel het einde opnemen. Maar ja, we zijn inderdaad bij het einde van de Q&A. Ik heb echt nog zoveel vragen openstaan. Dus ja, ik denk dat er wel binnenkort dan weer een Q&A nummer 2 aankomt. Maar voor nu hoop ik dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En ja, dan ga ik hem nu afsluiten. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je natuurlijk morgen weer met een nieuwe vlog.